Hallo Lelystad, mijn naam is Alexander Sprong en ik ben lijsttrekker van de SP. Ik wil u graag wat meer vertellen over onze acties en successen van de afgelopen jaar en over onze plannen voor de komende jaren. Misschien kent u ons al van onze acties om het ziekenhuis en de stadsbus te behouden, of heeft u gehoord van ons succes waarbij we 30 miljoen euro regelden om de oude wijken in de stad op te gaan knappen. Het zijn voorbeelden van de bijzondere partij die de SP is. We hebben sterke idealen, komen met realistische plannen en zijn niet bang om samen met de inwoners in actie te komen als dat nodig is. Als de SP staan we met de poten in de Lelystadse klei. We voeren niet alleen actie, maar we zijn ook in de buurt actief, zodat we weten wat er speelt. Daarom hebben we ook de jeugdzorg veranderd toen dat bleek dat ouders met hun kinderen oneerlijk behandeld werden en niet de gevraagde zorg kregen. En we zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest om de problemen met de illegale kamervuur in de wijk aan te pakken. Soms duurt dat wat langer dan we zouden willen. Maar we zijn een eerlijke partij. We hebben grote plannen, maar beloven geen dingen waarvan we weten dat we ze niet waar kunnen maken. Dat is omdat we andere keuzes maken dan de andere partijen. We geven de komende jaren liever miljoenen uit aan het opknappen van de oude wijken dan dat in chique citymarketing te steken. En we bouwen liever een nieuw poppodium dan een nieuw busstation. Zo werken we als SP. We kiezen voor de zaken waar u als inwoner echt wat aan heeft. Zo willen we de komende jaren de huishoudelijke hulp weer terug in handen van de gemeente krijgen, in plaats van er verder op te bezuinigen. En we gaan helpen met het isoleren van huizen in plaats van meteen dure warmtenetten aan te leggen. En we verwijderen het laatste asbest uit onze stad. We willen zorgen voor goed onderwijs. Daarvoor krijgen de basisscholen nieuwe gebouwen en gaan we andersom met de onderwijsgelden, zodat we scholen een extra medewerker kunnen geven. Afgelopen jaren bouwden we de noodwoningen Lilly en Lars, omdat mensen niet langer konden wachten. En de komende jaren willen we veel meer woningen gaan bouwen: huur- en koopwoningen, zowel in. Als aan de rand van de stad. We bouwen niet in het belangrijke groen, maar we gaan de kleine bedrijventerreinen opnieuw gebruiken. En met goede huisvesting voor de vele arbeidsmigranten kunnen we de panden met illegale kamervuur definitief sluiten, desnoods met inzet van de politie. Als SP hebben we nog veel meer plannen die we samen met andere lelystellingen bedacht hebben. Maar we hebben niet aan alles gedacht. Daarom kunt u ook gewoon bellen of mailen met problemen en ideeën om Lelystad beter te maken, ook als u geen lid van de SP bent. Want samen wonen, werken en leven is niet voor niets ons motto voor de komende vier jaar.